Zo, de zinnen er het even bij. En dan kun je bijkomen van de droege waar van Juster Midje, Juster Joen en de Aroene Nacht. Maar die zwiere buien, maar die zwiere minstitten, maar die stwarmbuien. Ja, en dan is het even wat rustiger en dan hebben we even wat minder buien, maar dan binnen we er nog net. Joen en vannacht bewolking, rein, letter buien. We komen ze op tongen en minstitten, hield vooral voor het kust- en waardgebied. En verder hebben we het op temperaturen om het bij de 12 of de 13 graden heen. De wind komt uit het westen en het zuidwesten en die is krachtig rond het krijgt zuid rond zon en haar rekening mooi op een nij minstitten. Maar het zal wat minder mogelijk gaan als de aroende nacht en justerjoen. En dan zetten we terug naar het waarbeeld van morgen. Ja, dat wordt een dag met bewolking. Maar eerst nog een aantal buien, misschien wat tongen, letter bij rein. En dan in het tweede pad van juntiet komt een droge periode, maar daarna kom je in de nacht op een nijbuien. En misschien hier en daar ik wel wat tonger, vooral in het kust- en waardgebied. Ja, de temperaturen, die liggen morgen om en bij de 16, misschien 17 graden hinnen, daar bloeit het bij. En dat zoek ik zo'n graadje leger uit komen kennen. De wind nog altijd in het westelijke richting waai en die is hut, krijgt zuis ontzon en nog altijd die kans op institten. Dan gaan we terug naar het Vrijdag en er komt een oorwaarbeeldje in. Vrijdag is het al een stuk rustiger. Vrijdag een temperatuur om bij de 18 of 19 graden heen. Vrijdag een donkere dag met een beetje rein. Sneeuw is het in één keer nooit zimmer. Maar zo'n 23 of 24 graden, maar de zinnen erbij, droeg waar. Maar dan in de nacht en snijn een aantal buien, misschien wel met kans op tongen. En dus is het snijn alweer wat koeler. Hoe dit nog verder uitpakt, takken Mieke, we moeten maar eens even afwachten. Want wie weet, we moeten morgen maar weer even in het waar zien.